Hi, als klinisch psycholoog krijg ik heel veel vragen rond stress, spanningsklachten, hyperventilatieklachten, maar ook angst en paniek. En we weten dat cognitieve gedragstherapie dan een hele goede behandeling daarvoor is. En daarnaast hebben we ook ademhalingsoefeningen die heel goed werken. Vandaag gaan we het hebben over de buikademhaling. Maar eerst leg ik jullie eventjes uit wat het verschil is tussen een hoge ademhaling, borstademhaling en een buikademhaling. Wanneer we gestrest of gespannen zijn, dan gaan we hoog gaan ademen. Denk bijvoorbeeld aan de laatste keer dat je schrok. Wat doen we? We gaan eigenlijk de lucht aanzuigen en onze schouders die gaan naar boven bewegen. Het is een hoge ademhaling, een borstademhaling. Je maakt gebruik van de tussenribspieren. Die gaan samentrekken en zich ontspannen. De borstholte wordt groter en kleiner. En daarbij gaan je schouders op en neer bewegen. Dit kan, wanneer we heel gestrest zijn, zorgen voor een overbelasting van die spieren. Die zijn aangehecht aan het borstbeen en het sleutelbeen. Voor sommige mensen kan het schouder- en nekklachten veroorzaken. En dat is niet zo fijn. Dus wat gaan we hier doen? We gaan naar een meer ontspannen ademhaling werken, namelijk de buikademhaling. Want die maakt geen gebruik van de tussenribspieren, maar van het middenrif of het diafragma. Het middenrif is een plat orgaan die borst en buik gaat scheiden. En deze gaat samentrekken en ontspannen wanneer dat we met de buik ademen. Concreet ziet dat er zo uit. Ik toon het eventjes voor. Leg één hand op de buik en één hand op de borst. Je gaat zien met een buikademhaling dat mijn schouders mooi ontspannen blijven. Kijk, ik adem in. Zie je dat? Mijn buik bolt op, want mijn diafragma die zakt. Ik adem terug uit. Diafragma stijgt. De buik neemt terug zijn originele plaats. Hoe komt dat? Wel, het middenrif zorgt bij een inademing door het zakken mijn borstholte groter wordt. Dus meer lucht. Maar omdat het zakt, gaat mijn buikholte iets kleiner worden. Dus mijn organen worden zo'n klein beetje naar buiten geduwd. Dat is de bolle buik. Dat we geen gebruik maken van die tussenribspieren, hebben we een meer ontspannen ademhaling. En dit pikt ook ons brein op. Weet je, in ons brein, we hebben zo een emotioneel brein. En in dat emotioneel brein zit het angstcentrum. Wanneer we angstig zijn of gestresseerd, want voor het brein maakt dat niet veel verschil uit, dan gaan we automatisch hoog gaan ademen. Maar wanneer we onszelf leren om met de buik te ademen, dan krijgt ons brein een heel ander signaal. Dan krijgt ons brein het signaal van alles is oké. En we worden wat rustiger. Het probleem is, we moeten dat wel gaan inoefenen. Als baby deden we het vanzelf. Observeer eens baby's. Je gaat zien dat zij met een buikje gaan ademen. Niet hoog, maar met de buik. Dus wij zijn dat een beetje verleerd. We moeten dat opnieuw aanleren. Hoe gaan wij dat doen? Wel, we gaan dat in 3 stappen doen. De eerste stap is de makkelijkste. Het is gewoon observeer je ademhaling. Je plaatst je voor de spiegel en kijk eens of dat jouw schouders dan wel jouw buik bewegen. Adem je zo, hoog, of adem je eigenlijk zo? Met de buik. Dat is de eerste stap. Kijk eens hoe dat bij jou ligt. De tweede stap is, we gaan ermee aan de slag. En in het begin doe je dat best liggend. Dus ga in de zetel liggen of op je bed. Plaats 1 hand op je borst en 1 hand op je buik. Om je te helpen kan je ook een knuffeltje gebruiken of je smartphone. Iets dat niet te zwaar is en plaats het op je buik. Focus je dan op je in- en uitademhaling. Weet je nog, inademen, het knuffeltje, de buik, bolt op, uitademen, de buik wordt terug normaal. Dit ga je oefenen. En in het begin is het, sommige mensen vinden dat wat moeilijk, niet opgeven. Het lukt je best. Probeer minstens 2 keer per dag te oefenen. Ik weet ook, als je werkt, is het moeilijk om 3 keer per dag. Dus probeer toch minstens 's ochtends en 's avonds. Je staat op, je doucht, je kleed je aan. En voordat je dag begint, eventjes
rustig een vijftal keer ademen. That's it. En wanneer je voelt na een paar dagen of misschien een week of twee dat je heel goed die buikademhaling onder controle hebt, dan gaan we over naar stap 3. Gaan we gecontroleerd leren ademen. En hoe is dat precies? Wel, dat gaan we in 4 stappen doen. We gaan inademen door de neus. 3 tellen. Dan gaan we 1 tel vasthouden. En gedurende 5 tellen uitblazen door de mond. En terug 1 tel vasthouden. Doe het nog eens voor met de buik. Ik adem in door de neus. Ik hou vast. En dan blaas ik uit. En ik hou vast.